De historische kring Bussum moet op verzoek van de Nederlandse spoorwegen vertrekken uit de ruimte in het hoofdgebouw van station naar de Bussum, waar ze nu al een paar jaar gevestigd zijn. De toekomstige verhuizing was aanleiding voor een verkoopochtend van een groot deel van de aanwezige, veelal gekregen, soms zelfs dubbele boeken, vooral op regionaal historisch gebied. Vanaf 10 uur op zaterdagmorgen 16 november mocht dit initiatief al veel bezoekers ontvangen, om de beste krenten uit de pap voor een vriendenprijsje te kunnen kopen. Ook later in de ochtend was er nog volop keuze. De opbrengst van deze boekenverkoop blijft niet bij de historische kring, maar gaat naar een goed doel. Het gebruik van deze ruimte was altijd al als tijdelijk bedoeld, al zitten ze er inmiddels tien jaar. N.S. leek een nieuwe huurder te hebben voor deze ruimte en zou graag zien dat de historische kring verhuist naar een van de voormalige wachtruimtes op het Middenparon. In eerste instantie zou de huur al per 1 december worden opgezegd, maar inmiddels is de druk van de ketel. Het ziet er naar uit dat de mogelijk nieuwe huurder weer buiten beeld is. Bovendien zijn er meer lege ruimtes in het stationsgebouw, zoals ook het inmiddels weer lege supermarktje. De nieuwe plek voor de kring is kleiner dan deze ruimte. Dat alleen al was reden een deel van de boekenvoorraad te verkopen. Er moet ook nog het een en ander worden geregeld op het gebied van sanitaire voorzieningen, een keuken en bijvoorbeeld de internetverbinding.